Dat hoort ook dan bij het stripfestival Breda, het Nederlands kampioenschap striptekenen. Dat wordt dan georganiseerd door natuurlijk hier zo het stripfestival Breda, uitgeverij L. En het stripblad Apple, waar daar net ook aan gerefereerd werd inderdaad. Kun je er natuurlijk nog steeds een abonnement op nemen, hè? Dan krijg je hem iedere twee weken gewoon thuis natuurlijk. En wat is het dan met dat Nederlands kampioenschap striptekenen? Nou, kinderen tussen de 9 en de 17, tot en met 17 mag het. Je krijgt een uitnodiging en dan kan je gaan via school of wat dan ook. Maar de uitnodiging is, als je dus onder de 18 bent, schrijf je in. Stuur een strip in, dat mag per post, dat mag per mail bijvoorbeeld. En laat eens zien wat je op één pagina, twee of drie pagina's kunt. En je mag zelf helemaal kiezen hoe dat je dit doet. Of dat je dit inkleurt, of dat je dit zwart-wit doet. Doe je het met wasco, doe je het met pen. Het maakt allemaal niet uit. Laat zien hoe creatief jij bent. Zodat er misschien in de toekomst daar al een nieuwe M.E. de Jong bij zit. Of misschien wel een Gerben Valkma of zo. Hè? Zodat je gewoon kunt zeggen, ik ben stripauteur inderdaad. Dat kan gewoon natuurlijk een beroep worden. Dus er kwam een aantal kids uit tevoorschijn, want we hebben er heel veel mee gedaan. Zo'n 300 inzendingen hebben we gehad. Tussen de 9 tot en met 11, Janna, Jessica, Joris, Olga en Senne. Die maken daar kans op beste striptekenaar voor 9 tot en met 11. We hebben ook nog de categorie 12 tot en met 14. Voor Dolce, voor Misha, voor Roemo, voor Tijn en voor Xin Yue. Kan ook nog. Of 15 tot en met 17. Bellen, Doris, Jaden of Rivka. Nou, die 14 namen die ik net noemde, daar zitten in ieder geval 3 winnaars bij. Ze krijgen sowieso allemaal iets moois. Natuurlijk allemaal een stapel stripboeken, dat snap je. Maar de hoofdprijs heeft dan nog wat meer in petto. Dus ze komen erbij, want ja, je kunt natuurlijk van tevoren heel lang nadenken over wat je tekent. En dat 10 keer opnieuw doen, totdat die super mooi is. Maar als je dan hier bent, ja, dan krijg je een opdracht natuurlijk. En dan is het tijdsdruk. Dan is het tijdsdruk. Lieve Dick, lieve Erik, zal ik zo eens even... Ja, ik heb het onthouden, dat is wel makkelijk. Ja. Zal ik in het midden gaan staan? Zo. De opdracht vanochtend, dus er zaten 14 kids. Proef je een beetje zenuwen bij die kinderen? Bij die kinderen? Nee, die waren enorm enthousiast. Dat zagen we al. We zagen soms wat bibberlijntjes. Dat kan natuurlijk door de zenuwen komen, maar het kan ook stijl zijn. Ja. Ja, had je zelf zenuwen, Dick? Alleen maar. Ja, eigenlijk heb ik vannacht niet geslapen. We moeten gaan jureren dat... Want Dick in ieder geval strip- en puzzeltekenaar. Erik ook stripschrijver, voorzitter ook om u nu te gaan controleren. Allemaal sowieso 50 euro aan strips. De winnaars per prijskategorie 250 euro aan strips. En die komen dan in die Apple. En een hele super gave trofee. Nee, we doen geen afkopen dingen hier zo dik, of dat ze de schriften moeten delen. Dus laten we beginnen bij de jongste categorie. Erik, is dat een plan? Ja. Dus 9 tot en met 11. Ja. Wat überhaupt was een opdracht, hè? Wat is de opdracht geweest, Dick? Is goed. Hij loopt even. De opdracht was niet hier. Niet hier, dat komt dus overal in het universum zijn. Niet in Breda. Niet in Breda, zeker niet in Breda. Waar is de burgemeester? Maar het kon dus overal spelen, of het nou in de supermarkt was, op een andere planeet, of wat ik al zei, op de wc. Het maakt allemaal niet uit als men niet in Breda was. Dus degene die een wc heeft in Breda en dat getekend heeft, hij... Die viel sowieso al af, ja. Okay, goed. Werd er creatief omgegaan met het thema? Heb je inderdaad andere planeten, andere werelden gezien of bleef het toch gewoon vaak heel dicht bij huis? Nee, ik denk dat iedereen zich echt enorm goed aan de opdracht heeft gehouden. Maar wel op verschillende manieren. Dus soms gingen mensen vanuit Breda letterlijk naar een andere planeet toe. Maar soms ook naar een andere tijd. En soms naar andere plekken in hun gedachten. Dus het was echt heel erg creatief. Ik echt kwam op ideeën. Ik dacht, kijk. Ik ga ook. Volgende keer doe ik ook mee. Dan krijg ik misschien ook zulke ideeën. Buiten categorie. Ja, precies. Ja. Ik weet niet of korte broekje al staat. Laten we eens gaan kijken naar die categorie 9 tot 11. Dus we hebben Janna, Jessica, Joris, Olga en Senne. Heb je zo... doe je meteen de winnaar of bouw je het op? Heb je voor iedereen een bemoedigend woord? Ja, nou, ik vind het heel moeilijk, want we vonden natuurlijk iedereen echt ontzettend goed. En iedereen heeft een eigen stijl, en een eigen verhaal, en eigen karakter. Dat zijn ongeveer de 3 dingen waar we op letten. Dus hoe ziet het eruit? Beeld. Dus ik natuurlijk dé expert. Hè? Ja. En ik kijk meer naar, wat is het enige wat ik kan? Ik kijk meer naar het verhaal en de personages.
En uiteindelijk heeft iedereen daar zo zijn eigen mix van gemaakt. En waar we ook naar hebben gekeken, wat is het gehele beeld van 1 of 2 pagina's? En zit er een lekker begin of lekker einde aan? En liefst allebei. Het belangrijkste was eigenlijk het verhaal. Want daar staat of valt een strip mee. Ik bedoel, koop je een stripboek met een slecht verhaal en mooie tekeningen, dan denk je bij deel 2 van, ja, de tekeningen waren wel leuk, maar het verhaal was niks. En heb je een goed verhaal met iets mindere tekeningen, ik denk dat dat een aankoop bevordert voor een deel 2. Dus we hebben hoofdzakelijk ook voor een groot gedeelte gekeken naar het verhaal. En dat, ja, daar zaten een hele goede bij. Dus we gaan niet iedereen af, nee. want dat vinden we, ja, mensen eigenlijk tekort doen. Dus, maar we moesten wel een winnaar kiezen. Mm-hmm. En van deze 5 in de eerste categorie, kijken of dat klopt. Hè? Dat klopt. Ja, klopt. Het is 9 tot 11. Ja, klopt. Het is 9 tot 11. Ja, het is 9 tot 11 jaar. Hebben we 1 winnaar gekozen? Dus. Ja, dat klopt. Maar dat is gewoon een rijtje van het optypen. Maar wat we hier ook leuk vonden, dus behalve dat je echt een personage had, dat is echt heel belangrijk, daar begint alles mee. Ook een stijl die werd doorgevoerd. En dan ook nog eens een keer lekkere taal. Want daar grinniken wij dan om. Oké, want waar grinnik je dan om? Heb je hem zo'n zinnetje paraat? Ja, die. Dat. Ja, roep het even, dan weet diegene die het getekend al misschien. Als je het herkent. Als je het herkent. Alle moleculen op een stokje. Alle moleculen op een stokje? Wie? Niemand. Nee, jij bent te laat. Ah! Dus dan ben jij. En als de uitspraak van de grap is, het heet Super Squirrel, dat is een personage. Is dat voor jou? De uitspraak is, hij heeft een vlieg weggezet. Die vlieg is wel naar de maan, maar ik zie wel meer sterretjes. Dat was een ontzettend leuke eindgrap ook. Dus dat is Joris. Lieve Joris. Lieve Joris, gefeliciteerd. Vooral doorgaan. Ja, beloofd. Volgend jaar weer? Ja. Oh, nee, kijk. Hij is nog jong genoeg, dus ja. Oh, hey. Jongens, winnaar 1. Misschien wel de toekomstige Willy van der Steen. Allemaal een stapel strips. En ook weer een mooie trofee. En een hele dikke stapel voor de winnaar. Oeh, we doen een chargé. Keileuk. Ook in deze leeftijdscategorie zie je dan wel van het wordt anders geschreven, anders met taal omgegaan, net een paar jaar ouder. Ja, zeker. Maar ook, ja, ook met anders met beeld. En eigenlijk ook voor deze deelnemers gold er echt ook enorme stappen ook, zag je in ontwikkeling en in beeld en verhaal. Maar eentje sprong er echt wel uit, vonden wij. Getekend, strak getekend, een hoop gezichtsuitdrukkingen. Het was gewoon lekker. Lekker om naar te kijken. Het leukste, we moesten 2 keer op lachen, toch? Ja. Ja, zeg maar een bordje wat er stond. Moeten we dat nou wel zeggen? Laten we doen, want er zitten nu 5 kinderen, super spanning. Nou, wij dachten, ja, ik weet niet, we dachten een beetje, nou, soms is het een beetje braaf, dachten wij, in het algemeen. Mag volgende keer best nog wel wat vetter. Ja, of gewoon nu meteen beginnen en dan volgend jaar zien we dat weer bij het huis uitreiken. Maar we moesten echt 2 keer hard op lachen, want er ging iemand. Wil jij het zeggen? Ik kijk niet. Ja, nee, dat ben ik straks de gebeten hond. Ik denk, daar kun jij tegen. Over camping het natte holletje. Ik vind dat. Ik heb een hele bepaalde gedachten bij. Ik weet niet of er meer mensen dat hebben. Kom maar, dat is een roemer, jeukend. Belangrijk.
dan bij de laatste categorie vier namen daarin. Belle, Doris, Jaden en Rivka. Als je vandaag 18 zou zijn geworden, had je ook niet mee mogen doen. Is het schoon? Ja, ik ben bezig. Ik vond het in ieder geval opvallend dat het hier zeg maar een laagje dieper ging nog. Want soms kun je inderdaad, zoals ik aan het begin al zei, kun je van Breda naar een andere plek, een andere planeet. Maar bij deze leeftijdscategorie zag je toch vaak ook dat het over identiteit ging. Zo heet dat dan. State of mind. En, dat je in gedachten ergens anders of iemand anders of ergens anders heen kunt gaan. Dus dat was best wel mooi om te zien. Ja. En de winnaar, als dat vonden we ook echt heel erg mooi. Omdat het eigenlijk best verstild. Je ziet bij strips vaak dat ze proberen met schrijvers en tekenaars een beetje indruk te maken. Dus meteen te overschreven. Maar dit is eigenlijk heel rustig qua opbouw. Qua stijl. Ja, ja. Door de ingetogen ook. Eigenlijk echt mooi. Ik heb geen ander woord voor. Het was flabbergasted. Heet dat zo? Ja, dat heet zo. Ja, nee, ik vond eigenlijk meteen de eerste. Ik dacht van, nou, die maakt een goede kans. En dat werd hem dan uiteindelijk ook? Een zinnetje of een woordje wat opviel, maar eigenlijk meer echt de tekenwerk en de tekst. Dus daar heb ik mee weer gewoon meteen de naam, denk ik. Wie heeft die gemaakt? Dat is Jaden Weister. Daarmee zijn we er met... tijd maken! Ja, als ik tijd heb volgend jaar weer. Gefeliciteerd! Ja, ik ben op. De winnaars van het Nederlands kampioenschap striptekenen voor dit jaar, jongens. Goed gedaan! Dus andere kinderen, jullie mogen ook nog jullie strippakketten opkomen halen. Dankjewel en heel graag tot volgend jaar natuurlijk voor de 8e editie. Dan misschien weer de Willy van de Streephuis deze kant uit. Dankjewel, we houden.